Welkom in het museum van Louvain-la-Neuve, waar dus op dit moment de digitalisatie plaatsvindt van de sectie Oude Nabij Oosten van dus de collectie van dit museum. Het gaat vooral dan over tabletten en zegels, dus eerder kleinere objecten, die gedateerd worden, vooral gedateerd zijn uit de periode Oer III en uit de Oud-Babylonische periode. En dat wil zeggen ongeveer 2100 tot 1500 voor Christus. De digitalisatie heeft plaats binnen het kader van een IUAP-project, een Interuniversitair Attractiepool-project, getiteld Greater Mesopotamia Reconstruction of its Environment and History. Dat project wordt gefinancierd door Belspo en is eigenlijk een netwerk van vier partners. Dat zijn de Université Catholique de Louvain, dat is hier, de KU Leuven, het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis, en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De digitalisatie zelf is een zeer belangrijk gegeven, een zeer belangrijk gebeurtenis, omdat het ons toelaat de teksten en de zegels veel beter te bestuderen, veel preciezer. En het is ook een objectiever beeld dus in vergelijking dan wanneer iemand er een tekening zelf van maakt. De Portable Light Dome, of de mini-dome zoals wij het heel vaak noemen, is op zich eigenlijk een zeer eenvoudig systeem. Bovenaan op de dome staat er een camera, een lens en dan in de dome zelf zijn er 260 verschillende lichtbronnen. En dan plaatsen we daaronder een oppervlakte, hier nu een spijkerschrifttablet. Als we dan eenmaal beginnen te registreren, dan starten we een cyclus en dan wordt elk lampje afzonderlijk opgelicht, waardoor er 260 keer een verschillende foto genomen wordt, maar telkens met een andere lichtinval. Aan het einde van zo'n cyclus hebben we dus 260 verschillende foto's met telkens weer een andere lichtinval. En op basis van die data kan de computer een berekening maken waardoor het eigenlijk de volledige oppervlakte, de topografie, het relief van het opgenomen oppervlakte kan reconstrueren. Eenmaal de computer dan alle berekeningen heeft gedaan, kan hij die data op verschillende manieren gaan visualiseren. Hier bijvoorbeeld in ons viewerprogramma met met kleur erop, maar dat kan evengoed zonder kleur. We kunnen op alle mogelijke ogenblikken zelf beslissen vanuit welke richting dat het licht moet schijnen. Op die manier kunnen alle details heel duidelijk gevisualiseerd worden. Een van de meest belangrijke, zeker voor Assyriologen, is dat er een systeem in zit om te berekenen alle dieptepunten, een soort van valleien in het oppervlakte. Wel, door die te accentueren, accentueren we eigenlijk de verschillende spijkerschrifttekens die uiteraard voor Assyriologen van groot belang zijn. En een andere mogelijkheid die er ook in zit, is dat we op elk ogenblik 3D-modellen kunnen maken van ons oppervlakte die we opgenomen hebben. En als we dat dan doen, dan krijgen we dus dit soort van 3D-modellen, waar we ook weer het licht kunnen veranderen, waar we ook weer de kleur kunnen wegnemen of waar we terug verschillende soorten filters kunnen op toepassen om zo goed mogelijk de verschillende karakteristieken van ons oppervlakte te visualiseren. Op die manier kunnen we de opnames die we maken van al die verschillende objecten, kunnen we die gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.